Hallo allemaal en super tof dat jullie kijken naar weer een gloednieuwe video. Mijn naam is Melvin. En ik ben Jeffrey. En we gaan vandaag weer kanalen beoordelen. We gaan het iets meer doen, want we gaan in plaats van 5 gaan wij er 10 doen! Ja, yay! Dus eigenlijk 2 in 1. Ja, eigenlijk wel. We gaan 2 afnemen in 1 doen. Want we moeten het kort houden, want we krijgen zoveel verzoeken binnen. Hartstikke leuk. Gewoon. We gaan beginnen. Ja. De eerste kanaal gekomen. Voor degene die het voor het eerst kijkt, je moet even de allereerste aflevering kijken. Dan snap je waarop we gaan beoordelen en hoe we het gaan doen. Layout. Zwart-wit. Eigenlijk alleen maar gewoon een zwarte banner en... tekstje. Tekst. Hoe die heet. Ja, op zich, ja, het kan. Het is, je laat verder niet zien wat je doet, hoe je het doet, dus dat is een beetje, basis. Ja. Oké. Thumbnails. Ja. Thumbnails. Ja, gewoon uit de video. Uit de video's, af en toe tekst erbij, dus op zich. Ja, hier vond ik hem wel mooi, maar... Ja. Dit vind ik een beetje te druk en, ja, leuk voor jou, ja. Kwart, bobbelflip, vraagteken. Ik kijk vind, of je ik... strakke lijn in kan trekken. Dat is ja, maar ik kijk, hier bijvoorbeeld, ik vind dan als jij deze stijl gaat houden met dit zeg maar, is dat dan dit iets groter doen nog. Ja. En dan hier bijvoorbeeld dat je dan die thumbnail zo houdt, dat vind ik het wel mooi. Ja. Want dan past het ook met de layout van jouw banner. Ja. En ik zou dan jouw logo, zou ik dan ook... dit stukje eruit knippen en als je dit in je logo plakt. Ja. Dus heb je dezelfde stijl. Het is een beetje dezelfde stijl. Ja. Ja. Ik zeg half stijl. We hebben het logo nog, maar... Ja, logo, dat heb ik nu gezegd dat hij dan dit moet doen, want ik vind logo... Ja, dat is ook. Gewoon, ja. Dat kan ook iemand anders zijn, weet je. Ja, dat vind ik ook. Hij wil het wel. Ja. Dus, wat wordt het aan de mensen thuis? Ja, we wachten wel. Een halve ster. Ik hoor het. Een halve ster. Ja, en dit is het kanaalboek even opschrijven. Nou, hier kunnen we duidelijk over zijn. Hansen. Ja, helder. Oké, halve ster, 0,5. Volgende. Dan hebben we het over de inhoud van het kanaal, dus gaan we naar de inhoud van het kanaal. Overige kou kijken en de afspeellijsten. Ja. Nou, overig, ja, daar kan wel meer bij. Daar kan wel meer bij. Ja. Wil je weten wat je er allemaal bij kan voegen? Kijk even een van de laatste video's, daar leggen we precies uit. Dan hebben we de afspeellijsten. Geen. Oh, dat is geen. Nou, dat is makkelijk. Daar zit er niet in. Ja. Nou, dat is dan nog geen ster. Ja. Daar kan nog wel verbeterd worden. Even heel kort, wat kan je eraan verbeteren? Meer tekst bijvoegen, dat je een beetje over jezelf vertelt. En afspeellijsten, dat je een beetje video's die op elkaar lijken of een beetje dezelfde thema zitten, dat je die dan samenvoegt. En dat kan je bij instellingen van de video kan je dat doen. Community. Je klikt er al een beetje doorheen, dat is goed, want dat betekent dat we er snel doorheen gaan, maar we zien ook heel snel dat je dus echt wel reageert. Dat is goed. Dat doet hij wel. Als je lekker veel reageert op de video's, de reacties die onder je eigen video's worden geplaatst, dan vinden mensen dat leuk. Ja, ja dat is een ja. Zoals bij mij heeft hij het gedaan. Dat is een ster. Nee, ik vind dat een volledige ster, want dat doe je echt bij iedereen fanatiek. Ja, duidelijk. Ja. Video's, ook belangrijk. Ik zie het net, ik zit een beetje laag, dus ik wil niet in te delen. En er komen weer video's aan, want aankomende zaterdag 31 maart heb ik een cross met een quad. Voor de mensen die niet weten wat een quad is, eigenlijk een motor op 4 wielen. Oké, slow. Ja, het was wel veel tijd. Ik wil omhoog. Zo. Ja, leuk, ik ga de video bij zien. Super leuk, te kijken naar deze
kanaal. En in deze video ga ik de bestuurbare auto laten zien aan jullie. Let's go! Ja, mooi. En knap zo, 403 weergaves op 80 abonnees. 94. Nou, hij heeft knap. Dat, ja, leuk gedaan. Dat is wel een oude, vind ik ook. Maar plaats je regelmatig video's eigenlijk? Of is dat nog... Oh, last lang geleden dan. Twee maanden. Dus je hebt al lang niet meer aan je kanaal geweest. Dus hopelijk zie je deze video. Dank je wel, ja. Ja, daar zou ik wel aan werken. Op zich is video's zijn goed. Maar daar zou ik wel aan werken dat het wat... Ik denk aan deze auto is heel... Gebruikt hij ook... Dit ziet er heel professioneel uit. Als je dit zelf hebt gemonteerd, dan ben je goed bezig. Dat is leuk gedaan zo. Goede camera houden. Ja, dit ziet er wel heel goed uit. Heel gaaf verschillen. Ja. Gebruikt u tekst en beschrijvingen bij video? Dan pakken we even gewoon een misdaad video. Misdaad. Wat heeft u gedaan? Nee, alleen mis tekst ook. Dus no, dat zou... no text, no channel text. No channel text, no channel. Geen cards, geen eindscherm. Nee. Dat zien we allemaal zonder de hele video te zien, want we hebben daar een speciaal tooltje voor. Nou, oké. Leg jou ook nog wel een keertje uit, hè? Hoe ja, dat leg ik ook keer uitgelegd. Niet in deze video, want het is te lang. Nou, ik vind het dan... Ik vind dat een half ster, omdat hij dan wel kan verbeteren. Ja. Want ik wil meer van dit soort video's. Ja, dat is wel gaaf, ja. Ja. Nou, halve ster. Je hebt het goed gemaakt met die trailer, maar ja. Twee maanden geen video's plaatsen. Dat is wel... Dat is misschien... Beetje dood aan de hoor. Ja, misschien wil je ook stoppen, maar gooi het kanaal er dan af of zeg dan dat je stopt. Kijk maar natuurlijk betaald, die... ja, die doet ook niet meer. Die is ook wel dood. Nee. Die zegt wel dat hij dat doet, maar... halve ster, hè? Ja, ik heb er half stel van gemaakt. Dan gaan we naar iets speciaals en unieks. Nou, als je vaker van dat soort video's gaat plaatsen, zoals we net zagen. Ja, dat vind ik wel. Dat vind ik wel. Wordt heel bijzonder. Maar goed, dat is voor toekomst. Oké, daar is niks bijzonders verder mee. Hè? Geen unieke dingen. Dus wil je weten waarom, hoe je dat kan verdienen? Ook even de vorige video's kijken. Nou, 100 weergaven misschien. Dat ja, de weergaven. Dat is misschien wel, ja, hoewel de laatste... Ja, dat is wel weer twee maanden geleden. Ja, we hebben het over 4 maanden, hè? Dus dat is, dan mag je onderhand wel verwachten dat er zoveel zijn. Dus nee, het is niet dat er een weergave tussen zit en ik denk, wow. Nee. Dat is, nee. En ook niet gestructureerd. Dus ik zeg totaal 2 sterren. Volgend kanaal. Ja. Banner ziet er een beetje kalig uit. Alleen achtergrond. Ja, ja, het is wel een hele mooie foto. Ja, dat wel, maar dat is de standaard ervoor. Ja. Kijken of je iets inderdaad daarmee kan doen. Oeh, vind ik even lastig als je nu gaat vragen van wat zou je ermee kunnen doen. Ja, je zou sowieso misschien een naam of dat soort dingen bij toevoegen natuurlijk. Ja, ik ken je al wat langer dan dat ik je nu letterlijk je kanaal zie. We hebben elkaar al wel ook eens gesproken. Jij hebt met elkaar gemaild zelfs. Ja. Ik zit even te denken. Ik wil hier wel wat extra aandacht aan geven. Ja, ik weet niet of... Ja, dus zij doet ook heel veel vlogs. Ze doet heel veel weekvlogs. Dat is een beetje haar ding. Dus misschien kan je een aantal van die thumbnails, van die weekvlogs, kan je dan in je banner zetten, als het ware. Dat mensen wel het idee krijgen, oké, je vlogt, zeg maar. Je bent echt een vlogger. En misschien kan je een foto maken van jezelf, dat je aan het vloggen bent. Want als mensen zo staan met de camera, dan is het eerste waar je denkt, of hij maakt een selfie, of hij is aan het vloggen. Ja. Dus dat is leuk, dan kan je dat erbij zetten, misschien ook wel als koffiefoto. Dan laat je gelijk zien, kijk, ik ben aan het vloggen. Probeer daar iets mee te doen. Misschien kan je ook in je banner dan zetten hoe vaak je doet. Nou, een weekvlog, dus ik neem aan dat je het 1 keer in de week inderdaad doet. Ja. Dus zet dat erbij wekelijks op maandag, dinsdag, woensdag. Als je niet een bepaalde dag voldoet, wat niet erg is, zet dan wekelijks een vlog, zoiets. Of bijna wekelijks, want volgens mij kan je niet altijd wekelijks plaatsen, want het is logisch. Dus ik zou daar een beetje mee spelen. Kom je er nou niet uit en denk je van nou een banner leuk, maakt niet, dat gaat me niet, stuur dan even een mailtje. We hebben wel wat contactgegevens voor mensen die dat voor je kunnen doen. Ja, dan moet je wel wat voor over hebben natuurlijk, want die kunnen dat doen ook niet voor niks. Maar die maken echt wel hele gave banners natuurlijk.
Dus ja, daar kan je altijd voor kiezen. Hè? Dat je zegt van, nou, dat is ook voor andere mensen die een kanaal hebben. Vaak vind je het toch lastig zo'n banner. Ik wil toch wel graag een beetje professioneel eruit zien. Je kan het laten doen. Er zijn bedrijven voor of voor mensen voor die dat echt supergoed kunnen. Misschien ken je zelf wel iemand uit je familie die dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Dan zou dat mooi. Maar goed, dat is een ideetje. Dan hebben we het over de thumbnails. Die vind ik altijd wel heel erg leuk uitzien. Want ze plaatsen echt altijd wel dezelfde soort thumbnail. Met vier fotootjes naast elkaar of in thans. En dan een weekvlogje erbij. Dat leek leuk. Vind ik leuk. Ja. Dat is origineel ook. Vind ik weer wat anders dan anders. Ja, dat vind ik wel leuk. Vanavond, mooi. Dan kun je gelijk een beetje zien van hoe die video eruit ziet. Ja, dat ook inderdaad. Losse shots inderdaad, zonder dat het beweegt. Dan hebben we het over de logo. Nou, ik vind het logo waar je zelf op staat, vind ik altijd goed. Ja, ik vind het wel mooi. Of je moet echt een bedrijf zijn. Dan is het logo, dan is het echt logo van misschien wel logisch. Of een image. Ja. Zoals ik heb natuurlijk Bobo de Feestbeer. Ik ben niet zelf Bobo de Feestbeer, maar mijn bedrijf heet zo. Maar daar heb je ook een mascotte voor, dus dan heb ik daar ook een logo van. Ja, ik zou dan wel bijvoorbeeld het achtergrond waar ze zelf weer weghalen. En dan blauw achtergrond en dan een wit lijntje hier zo, wat ik dan ook heb. Ja, dat ik je zelf dat, nog ja, ik meer, vind dat persoonlijk wel mooi. Hè? Als je dat kan, inderdaad, dan zou dat mooi zijn. Ja. Dan kan je inderdaad bij jezelf nog beter zichtbaar. Oké, ik vind het wel een ster gewaagd. Want ze doet, ja, de banner valt dan even buiten de boot. Maar het profiel is goed. Thumbnail zit er goed. Ja, ze doet het wel. Dus, ja. En dat zit allemaal perfect in elkaar. Kijk, de banner is dan even, ja, kan beter. Maar ik vind het wel een ster waard. Het is voldoende genoeg om daar wel ster voor te geven. Ja. Oké, we gaan verder. Even een klein beetje naar boven. Ik moet even de naam opschrijven. Oké, sterretje. 1,0. Dan gaan we naar de inhoud van het kanaal. Daar hebben we het over de afspeellijsten. En de overige, dat zijn er nou toch? Mm-hmm. Nou, dat vind ik wel leuk. Ja, die vind ik heel leuk. Er staat tekst op, een beetje over wat je leuk vindt. Vrijwilliger. Vrijwilliger YouTube kanaal voor 29 jaar. Oké. Ja. Leuk, vind ik leuk. Ja. Goede beschrijving. Er stonden ook links onder zelfs. Kijk, tip druk. Dit is nou een goed voorbeeld voor degene die afspeellijsten wil beginnen. Dus perfect. Ja, niks meer gaan doen, sterf. Nee, dat is wel duidelijk. Oké. Dan gaan we over de community. Volgens mij doet ze dat wel hoor. Ja, ik zie allemaal antwoord. Dat is wel een verbazing. Ja, want dat is juist hetgene waar ik ze waar ze een probleem mee had. Ja, en ook niet alleen bij haar eigen kanaal, maar ook andere kanalen. Dat heb je heel goed opgepakt. Het is niet voor niks dat je nu 109 abonnees hebt. Hè? Dat zegt wel hoe belangrijk het is. Ja, dat zegt heel veel. Ook als je een probleem hebt. Community, dat werkt ontzettend veel. Ja. En nu zeggen we dat even heel snel tussendoor, maar dan ga je nog eens uitgebreid over. Hoe zul je het net hebben, boven de Facebook. Als je nog niet geabonneerd hebt. Nee, doen we dan even. Ik ben die beer niet, hè, maar dat is dus de grote mascotte. Dat is gewoon de beer. Nee, ik vind dat wel een ster. Ja. Video's. Dit is ook altijd leuk. Altijd, ja. Goedemorgen mensen, wij zijn de voortuin aan onderhanden nemen. Want ik heb hier, ja, ik kan niet zo goed zien, maar daar liggen twee boompjes. Een appel en een peer. En Sibren, die is nu die twee palen en dan in het midden nog één. En dan een paal erboven en dan wordt hier... Oh, ja, ik vond het gelijk interessant. Ja. Ik kom weer thuis. Het was best leuk bij de raamwinkel. Oké, ik vind het ziet er leuk uit. Wat doet ze qua beschrijving en alles? Dan gaan we heel ver terug. Nee. Even kijken, wat doet ze qua beschrijving van de video? Pakken we eventjes die bijvoorbeeld, de laatste. Het is altijd maar even gokken welke we pakken natuurlijk. Hè. Dus meen je ons niet kwalijk. Beschrijving uitgebreid. Ja, ziet er goed uit. Ja, tekst goed. Ja, dat ziet er leuk uit. Ik zie heel veel vinkjes staan. Ja, ziet er goed uit. Ja, sterk. Ik zeg sterkje. Oeh, ik wil geen tromgeroffel maken, maar we gaan richting... Ik doe het gewoon. Oh ja,
Uniek of bijzonder? Dat is altijd lastig, hè? Want dan moeten wij echt een beetje uit ons hart. We pakken eventjes video's. Waar kunnen we al pakken? Nee, ik ben benieuwd. Kijk, qua abonnees, je groeit ontzettend. Maar goed, ik weet toevallig dat je echt een beetje bent begonnen en blijven hangen op 25 en dat je nu over de 100 zit. Dat weet ik dan toevallig. Maar dat weten we bij andere kanalen niet. Dus daar kunnen we niet echt een ster op geven. Dus we kunnen wel kijken van oké, wat zijn je views vergeleken met je subs. Kijk, als je 1000 subs hebt en maar 100 views, dat is niet goed. Maar heb je 100 views, maar 200 weergaves, dat is best knap. Ze heeft, 200 subs. Hoe lang heeft het ook weer gevraagd? Dat zou ik echt niet weten eigenlijk. Misschien een maandje of twee. Ja. Ik denk, toen ze ermee begonnen is, hier zat ze in de problemen. Want toen was het elke 40, 31, 50, 50, 40. Ja, zit rond de... Ja, laatst ook wel 50, maar 2 weken. Maar nu, in één keer 158, 118. Nou, dit is dan minder. Ja, dit zijn de 3 festival video's. Dat zei ze ook, dat ze op festival gingen vloggen. Okay. Dus dat is ook wel positief. Ja, dat levert ook veel. Levert natuurlijk wel heel veel kijkers op. Het is nog niet echt... Dat maakt het bijzonder, of dat is echt heel bijzonder knap. Maar wel heel goed dat ze die tip heeft opgepakt. Maar daar vertellen we nog wel ooit een keer over. Ja. Dus 4 sterren, dat is echt knap. Ja. Als je kanaal rond de 4 of 3-4 sterren zit, dan doe je dan het echt goed. Dan zit je in de goede richting. Dan doe je het echt heel goed. Oké, op naar de volgende. Leuke banner. Nou, leuk, dit is gewoon wauw. Oh ja, nou zie ik dat tekstje eronder ook. Alleen niks aan de tekst. Ja, dit is een hele leuke banner. Ik vind het heel leuk gedaan. Heel klein dipje. Ziet niet zo heel goed. Nee, het laatste gedeelte om 4. De wazigheid kun je wat beter doen. Dat is echt van een 9,9 naar een 10. Ik weet niet of ik het zelf heb gedaan, maar als je het zelf hebt gedaan, ga dan terug even naar het bewerkingsprogramma. En doe de schaduw. Of geen schaduw. Nu is de schaduw hier heel donker. Op zich schaduw wel, want ik snap hem wel dat hij de achtergrond wat meer wazig kon maken, waardoor dus dit heel scherp was. Ja, maar je hoeft op zich geen schaduw hier op te maken. Nee, je kan de schaduw niet weg doen. Ja, oké, duidelijk. Maar goed, op zich is heel gaaf. Is weer heel goed, hè? Die vind ik ook heel gaaf. Logo is heel mooi. Dat je een afkorting maakt van je banner eigenlijk, want het logo is anders dan daar. Is ook leuk gedaan. Dat wordt nog eens wat, deze aflevering. Dan hebben we de daar hebben we eigenlijk de thumbnails nog niet. Thumbnails. Spreekt wel aan. Dit spreekt heel erg aan, vind ik. Ja. Hoe duur, iets meer duur. Oh, daar ben ik gelijk nieuwsgierig. Ja, winactie, leuk. Ja, top. Ja, ik vind het goed. Top, dus een ster. Ja. Zeg ik dan wel gelijk, maar. Ja, dus ster. Ik kan het zeggen of jij kan het zeggen, maar we zijn het allemaal mee eens. Dan gaan we naar de inhoud van het kanaal. Dan pakken we de info, beschrijving. 12 jaar. Doelen. 250 subs. Oh, leuk gedaan. Ja, leuk gedaan. Check. Ja, dat vind ik origineel. Ja, dat is mooi. Grappig. Misschien kan je nog iets meer over jezelf vertellen. Want dat je het leuk vindt om video's te maken op YouTube, dat snap ik, want anders maak je geen YouTube. Maar misschien nog iets meer over jezelf. Ja. Ook goed. Ja, ik snap niet roast video's met gezicht. De afspeellijsten zou ik nog wat duidelijker maken. Ja, roost van... Dus iemand gaat roosteren. Je bent geroost. Of niet? Oh nee, geen tosti. Nee, niet geen tosti, maar je bent gewoon roost van de term van... Maar Nop speelt. Dat zou misschien allemaal termen zijn die ik niet snap. Maar in ieder geval, je gebruikt het wel. Dat is wel goed. Dat kan wel een ster. Ja. Oké. Community. Hallo kijkers, welkom. Hallo kijkers. Veel reacties, hè. Dat betekent wel dat je gelijk... Ja, dit doet hij bij denk ik bij elke video. Ja, en dat is heel goed. Want dan krijg je ook heel super veel reacties. En dit ziet er goed uit. Dit ziet er heel goed uit, ja. Weergave is knap. Maar goed, we hadden nog helemaal niet over de video. Nee, dat het ook wel goed is.
We gingen over de community, maar... ja, dat is allemaal bij video, dus ik moet even bij community blijven. Nou, ja, goeie. Ziet er goed uit. Echt goed uit. Als dit ook heel goed is, dan zal dit ook wel goed zijn. Ja, hartjes aan het worden. Is goed. Ja, is goed. Ziet er leuk uit. Ster. Dat betekent dat hallo, we naar kijkers. Video's gaan. Hallo kijkers. Hallo kijkers. Welkom terug bij deze nieuwe video. Voordat we met de video beginnen, wil ik jullie een paar dingen vertellen. Je hoort het na de intro. Het eerste ding, wil jij een hele mooie bent? Ik ben veel beter of zonder jou. Ik wist... Is het uitstof? Ik deed eigenlijk gewoon altijd mijn ding. En hij deed eigenlijk altijd zijn ding. Kan je een andere video pakken? Met dit zo'n straatvideo ben ik dan ook al benieuwd. Hallo, hallo allemaal. Ja, ik denk dat dat dan op straat wordt. Hallo kijkers, welkom bij een nieuwe dure shoutfit. Het is heel vaak aangevraagd, dus daarom doe ik het nog een keer. Ja, weet ik, heb je gedragen. Ja. 30 euro, hè? Ja, maar ze zijn al leeftijd, ze zijn al ouder ook. Dankjewel. Alsjeblieft. Bot. Alles wel lekker, ja. Awkward. Het is 152 euro. En uw pak? 300. Dus dan bent u wel een rijke tata? Ja, weet ik, heb ja, nou, hoe zit het met de tekst? Ding, ja, de tekst was al bij die andere goed, dit is al goed. De tekst kan wel wat meer. Bij deze video dan, hè? Ik heb het even over deze dan. Maar... ja, bij deze kan de tekst maar meer. Gebruik doet alles. Zelfs maar Twitter, hij doet, share, hij doet paint, comment, pick. Ja, zegt het zelfs, hè? Text. Too short. Too short, dus je kan nog iets meer in tekst. Ja, volgens mij kan je maximaal 500 tekens gebruiken. Dus ja, ziet er heel goed uit. Ja, doet goed. Ziet er goed uit. Een ster. Uniek, bijzonder. Hoeveel subs heeft hij? Ik vind het al heel uniek dat hij 170 abonnees heeft. Ja. De weergaven zijn rond de 600-700. Dat pakt altijd wel zo. 800. Maar nou is dit het bijzondere. Hij is lid geworden van 19 december 2017. Dat is krap. Dus hij heeft binnen 4-5 maanden heeft nu al 170 abonnees. Dat is krap. En ik vind al dat hij al een perfecte thumbnails heeft gemaakt. Ja. Hier zat hij een beetje aan het zoeken, maar toen had hij hem. Ja. Ja, dat ziet er... Ik heb eigenlijk niks meer te zeggen. Nee, ik vind het uniek. Het is krap dat je inderdaad bijna 800 weergaves hebt bij de laatste... Nou, zeg ik even de laatste paar video's. Deze is dan 3 weken geleden. Maar deze 1 maand geleden, 1,5k. Dat is knap. Ja. En dan op nog maar 870 abonnees dan. Hè? Want dan zou je... Ja, het is niet gek als jij 2000 abonnees hebt, dat je 200, 300 kijkers hebt. Dat kan ook. Ja, dat zeker. Want het is best knap als je dan... ja, dus ik vind het eigenlijk wel zo bijzonder dat dat dan een ster is. Dus, dat betekent... We dat hebben wij onze tweede, vijfde ster hebben bereikt. Ja, applaus. Nou, zoals je nog niet weet, je kan die sterren kan je dan opvragen, kan je een mailtje sturen en dan krijg je, kan je eventueel je banner gooien als je wil. Of maak er een losse video van, ik ben beoordeeld op 5 sterren. We komen ook stiekem terug bij je kanaal, hè? Stiekem. Om te kijken of het verbeterd is. Maar we gaan eerst al die kanalen even af. Volgende. En de volgende is Ziago of zoiets. Oké. Banner ziet er goed uit. Ja. Vind het leuk gedaan. Kan misschien nog wel bijzetten van... ja, wanneer... upload hier en daar. Ja. Oké. Logo, logo is, ziet er goed uit. Een stukje van het banner, maar op zich iets wel goed. Kleiner kan... dan hebben we de banner. We gaan het dan de thumbnails. Thumbnails. Is net gestart. Is net gestart, 2 maanden geleden, of althans net gestart, wilde starten. Oké. Is wel een ster. Oké, neem ik aan, een sterretje. Ja. Inhoud van het kanaal, de infootje. Nou, duidelijk wat hij doet. Ja, nou, zit er. Ja, duidelijk wat je doet. Ja. Info's hebben we nog gehad, dus dan gaan we de afspeellijsten. Ja. Ja, dat is logisch. Ja, intro is maar één video van de dingen. Ja. Interview hebben we nog geen video van of we eraf gehaald. Maar hij doet het wel. Dus hij doet het wel. Dus dat is goed. Je vindt het in ieder geval aan. Dat is een ster. Community.
reageert wel met een hartje. Oké, okay, andere video. Andere kanaal. Ja, dat kan hij dan wel meer. Ja, nu is dan een hartje. Ja, dat is te makkelijk hè, om een hartje te geven. Die heeft een hele grote reactie. Nu kun je... Ja, dan mag dan kun je wel een grote reactie teruggeven. Ja, en inderdaad, eentje stelt zelfs een vraag, waarom ben je gestopt met gewoon... Ja, dus die heb je toevallig, misschien heb je die wel persoonlijk al beantwoord, maar ik neem wat meer tijd voor je reacties. Ja. Dus dan zeg ik halve ster, dat is dan ongeveer de helft. Video's, nou hebben we het eigenlijk ook heel kort even gezien, maar we kunnen deze afspelen. Welkom op Psycho. Wij zijn Dat is wel buiten. Dat ziet er wel goed uit. Nu, ik vind het wel leuk. Maar ik heb er niet eens iets van, dan ga je praten. Maar dan is de muziek ook aan. Dan denk ik bij mezelf, dan moet je eigenlijk dat niet doen. Ja, want dan is het heel storend. Ja, en de muziek is heel traag. Ja. En als je dan zelf ook een beetje traag en niet heel enthousiast dit gaat praten. Is die, dit is die. Ja, dan wordt het misschien na 2 seconden denk je, laat maar. Ja, dus ja, er kan nog wel wat verbetering en overigens heb je weinig video's, dus ik geef er nog geen ster voor. Nee. Niet bijzonder, nee, niet per se. Dus ook geen ster. Je bent wel goed op weg, 2,5 ster. Ja. Goed bezig. Robert. Robert. Dan gaan we naar de banner, beginnen we mee. Dat lijkt me... Dat is wel grappig. Ja, grappig, alleen dan wel iets kleiner. Ja, dus het lijkt een beetje dat het uitvergroot is. Of, ja. Maar is wel grappig. Het idee is leuk. Ja. Ja. Nou, dat bedoelen we eigenlijk. Ja. Met dat lijntje eromheen. Dat die, bedoelen. Ja. Zoiets kan je doen, dan val je wat meer op. Ja. Dan hebben we natuurlijk ook nog de Chipmills. Chipmills. Dat ben je bijna vergeten. Video. Dat is alleen op... Dat is gewoon een foto uit te kiezen. Foto uit te kiezen. Dus dat is niet echt een... Halfster. Een top tip. Nou. Ik vind Tupmills wel zwaar wegen hoor. Moet ik eerlijk zijn. Ja, dat is waar. Alleen zijn logo is goed. Ja, alleen in principe de logo banner heeft hij even iets te van gemaakt. Nou, op zich als hij zijn... Hij kan wel heel snel gaan naar een ster, maar... Nee, nog geen ster, nee, want er zit nog wel echt op. Ja, dan kan ik echt nog wel wat verbeteren. We moeten af en toe een beetje te streng zijn. Anders gaan we wel heel makkelijk sterren geven. Ja, dat kan wel wat verbeteren. En dan gaan we naar afspeellijsten. Is er niet. Voelt niet. Verdwenen. Weg. Is er niet. Dan zeg ik daar ook nog geen ster voor, dat kan nog wat te verbeteren. Communicatie. Commentary. Lang geleden, mei. Beetje. Oké. Halve ster. Beetje halve ster. Video. Video's. Ik heb een bureau. Maar vandaag is dus de Q&A en ik heb dus een bureau zoals ik juist zei. Maar vandaag is de Q&A en ik heb heel veel vragen van jullie gekregen. Ik wist het zelfs niet dat ik zoveel vragen had gekregen. Maar vandaag, volgende vraag is van Melvin de Weekhuizen. Nou, wist je dat? Dat kan niet eens. Deze wist ik gewoon van tevoren. Het kan niet zo zijn dat hij gewoon denkt, oh ik klik ergens op die video en dan komt mijn naam. Dat is marketing technisch onmogelijk. Maar dan moet je gewoon wat doen. Nou, laat maar. Dat kan niet. Nee, ik zou vermoeden bij die video, als je reactie voorleest, dat je dan ook in beeld ziet. Oh ja, dat kan ook. Ja, dan doe ik zelf vraag nog eens een keer naar boven. Ja, nee, is een goed idee. Vind ik leuk. Ja. Nee, dat is wel leuk, Jan. Nee, maar dat is gewoon...
Nou, dat is nog dat persoonlijker. Dat is mooi om naar te kijken. Leuk om naar te kijken. Hoe waren de teksten en dingen? Oh ja. Ja, je bent helemaal afgeleid totdat je genoemd hebt. Ja, ik vind het leuk dat ik gewoon precies doe. No text. No text, no beschrijving. Zou ik nog wel. Ja, dat zou ik nog wel kunnen doen. Op zich is de video vind ik wel leuk hoor. Hij doet het wel leuk. Hij is wel entertainment. Goede titels. Maar half ster. Half ster, ja. Uniek, bijzonder? Nee. Daar ben ik heel snel in. Maar we hebben niet iets gezien waar ik denk, leuk. Bijzonder bedoel ik eigenlijk. Oh, ik vind het best wel bijzonder dat hij 243 kijkers heeft, 124. Ja, maar we praten over 2 maanden terug. Drie weken terug. Ja. Ja. Ja, maar dat vind ik niet bijzonder genoeg om te zeggen, dan moet je echt al 1K hebben in 2 weken. En dan zeg ik, ja, als je dat gestructureerd hebt, want dit is gelijk boom de helft. Dus, ja, oké. Eerst daar. In totaal heb je 1 ster. En dat klinkt heel dramatisch, deze toch. Nee hoor, je moet gewoon. Er zijn echt wel heel veel puntjes waar we denken van ja, het is net een onvoldoende. Maar als je er een klein beetje aan verandert, is gelijk een ster. Dus gelijk een ster. Je kan echt super omhoog schieten. Ja. En dat is zo, ik vind het zo jammer, net 99 abonnees. Dus ook abonneer eventjes op de kanaal. Ja, dan heeft hij 100. Bij de aankomende video's gaan we er ook de links erbij zetten van de kanalen. Ja. Dan kunnen mensen ook abonneren en zo. Dus doe dat, dat is leuk. Abonneer 100, hij wilde 100. Oké, misschien gaat hij dan verder. Niet. Jeetje, hoe schrijf je dat? Ik begin even met schrijven hoor. Zijn we aan het einde van de video. Akrina Kamoen. Kon je niet gewoon Job heten? Nee, dat was zo simpel geweest. Oké, ik heb het opgeschreven. Einde van de video. We gaan naar de banner. Het is wel in het Engels. Doet hij ook Engels? Mm. Nee, want de titels zijn in het Nederlands. Maar goed. Hij heeft wel een website. Okay. Misschien een bedrijf, maar zou kunnen. Ja, oké. Ik vind meer een banner voor een website of zoiets dan dergelijks. Ik heb zo'n gevoel dat ik niet op YouTube ben. Snap je? Ja, ik weet niet hoe ik het moet zeggen. Maar het is te zakelijk, zo moet ik het zeggen. Ja. Het is misschien te zakelijk voor een brief of een nieuwsbrief of iets dergelijks. Ja, logo zit er ook niet. Logo is wel persoonlijk, dan wel het eigen wel profielfoto, dus dat vind ik wel goed. Ja. Dan moeten we naar de afspeellijsten gaan, denk ik. Nee, Tubmails. Gebruikt hij niet. Nee, dat is gewoon een foto gekozen. Random, ja. Oké, kan je nog iets verbeteren? Als je wil weten hoe je het verbetert, check even de vorige video's, dan doen we het wat uitgebreider. Ja. Oh, bloggen doet hij, heb ik het idee. Bloggen. Vandaar. Ja, bloggen en vloggen. Want hij doet, ik zag hieronder, heel snel, zag ik blog. Dus hij doet, oh, hij doet bloggen en vloggen. Dat is wel leuk, bloggen en vloggen. Maar goed, dat is dus uitgebreid. Doe je ook afspeellijsten gebruiken? Ja. Oh, leuk. Ja. Ja, dat doet hij aan. Ja, dat is wel leuk. Ja, dus daar is hij wel sterk. Ja. Ja, dat zeker. Ja, dat is waar. Community. Hoe meer hartjes dan... hoewel antwoorden zitten later. Even. We zitten ook wel. Ja, oké. Ik ben te vlug. Ik ben te vlog. Snap je? Ja, je bent... volgende. Nog een video kijken voor community. Oh, je gaat gelijk wel. Ja, dit is oneerlijk. Ik ben super groot Efteling. Wij zijn super groot Efteling. Het is oneerlijk om dan een Efteling video te pakken. Ja. It's my birthday! En mijn huis is vol met metaal! Wel weten wat ik gedaan heb en dan moet je even naar mijn blog gaan. Dat is toch goed hoor. Nou. Ik zit alleen even te kijken, want we hebben dan de community was op zich goed dan denk ik. Je deed het wel. Ja, de community deed het goed. Ja, oké. Nou,
er vertrouwen op dat je dat in de andere video's ook doet. Dan hebben we het over de video's. Nou, we hebben net al een stukje even gekeken. Ja, ging niet snel. Ja, dat geeft niet. We moeten ook snel. Hoe zit het met de tags en de tabs en de dingen? De tags, tabs. Kan dat? Laten we bekijken. Oh ja, zoiets. Ja, ja, de kijk. Ja. De tags en de tabs ziet er... kort. Dat is wel goed. Even een andere video. De video's duren tenminste wel lekker lang. Of althans niet te lang, maar ook wel zo. Dat kunnen we van deze iets meer tekst. Dat kunnen we van deze zeggen. Ja, iets. Ja, dat kan wel. Een halfje. Denk, nou, video's waren wel leuk. Oeh. Ik zeg half. Half. Oké. Half. Ik had misschien nog wel eens. Ja, half. Ja. Iets unieks, bijzonder. Hoeveel subs? 129. Nee. Niet per se. Nee. Het is grappig dat je blogt en vlogt, maar dat maakt het voor YouTube niet uit. Voor YouTube niet uit. Ik zeg 2,5 ster. Ja. Ja, dat zeg ik niet. Dat is gewoon opgeteld wat we hebben gezegd. Volgende. Supermooie banner. Ik ga even opschrijven. Niet dat het een mooie banner is, maar ik moet even de naam opschrijven. Het is een hele mooie banner. Ja. Kan ook weer in mijn dagboek. Nou, leuk. Hey, dit vind ik... dit bedoel ik. Ja, ik vind het dit leuk. Vind ik een leuke achtergrond. Ja. Dit wil ik ook. Wil je dat ook? Ja, ik vind dat echt leuk. En dat heb ik ook origineel gedaan. Oh, ik ga even stiekem bij jouw kanaal spieken. dit vind ik grappig. Want dan kan je, dat is gelijk, je ziet dat YouTube is. Laat het eerlijk zijn. Als je dat ziet, dan denk je, oh, YouTube. Toch? Ja. Ja, nou, daarom. Ja, ik kan wel achteruit leunen. Maar ik vind het leuk. Ja. 3 uur. Ik bedoel... Ja, ik liet er even gaan. Ja, vind ik leuk. Had ik ook gezegd dat het leuk was? Ja, dat heb je al meerdere keer gezegd. Oké, ster. Oh nee, we zijn er nog. Nee, we zijn er nog. Logo. Logo is leuk. Want ja? Het past ook in het banner. Ja, we past er eigenlijk bij. Ja, ster. Ja, het ook inmiddels gebruikt. Zien we al waar je nu door hoeft te gaan. We gaan naar de inhoud van het kanaal. Dat is een beetje kort. Ja, een beetje hoor. Ja, dat is ook heel kort. Dat is ook een beetje. Zou ik wel wat aan doen? Ja. Oké, community. Dat is de reden waarom. Kiep! Oh, ja, het is commercieel hè. Ja, maar het staat toch duidelijk op? Ja, maar wij moeten wel piepen. Ja, voor even een andere video. Oeh, ik zie al gelijk no text. Oeh, dat vind ik niet. Oeh, no text. Maar goed, dat mag ik niet te veel naar kijken nog. Nou, hij doet het wel. Ja, hij doet het wel. Oké. Okay. Community is goed. Heel sterk. Video's. Nou, we zouden toch een beetje no text. Ja, no text, no beschrijving. Standaard beschrijving. Standaard. Niet echt over de video zelf. Dat was bij die andere ook al. Oké, dat is dan ook goed gezien. Nou, dat lijkt me heel erg leuk om te kijken. Ja, dat lijkt me wel. We gaan snel. Nee, we gaan niet snel. Video's zijn we. Nou zeg ik het niet hoor. Ja, zoals jullie zien, ik heb een nieuw microfoon. Onderdeel van de lerares was daarbij. Ja, ik denk dat het wel leuk. Ja, leuk. Nou, ik vind het wel leuk. Alleen die beschrijving en de tekst. Ja, dat soort dingen. Dus halve sterren. Hè? Ja. Dat kan echt wel wat meer. Kan je ook, daardoor kan je ook meer views krijgen. Zo. Ja. Dat is toch vaak de bedoeling. We gaan naar uniekheid. Uniek en bijzonder. Nee, of er moet echt iets totaal uitspringen. Banner? Nee. Nou, dat is wel mooi, maar het is nou niet dat je denkt dat is... Nee. Oké, okay. Niet echt bijzonder dat je denkt, oké. 2,5 ster. Had ik net ook gezegd. Maar dan voor een ander kanaal. Dan blijft een beetje de 2,5 sterretjes zitten. 2,5 sterren uitzending. Goed, dan hebben we de... Volgende. Dat gaat hard, joh. Wow, wat een banner! Ga jij nou overdrijven? Ik vind het wel mooi, hè? Oké.
Kijk daar gewoon, de achtergrond. Ik heb nog niet gekeken. Nou is mijn Hall of Fame. Ik ben aan het schrijven. Nou is het mijn tijd. Ja, zegt u dit maar. Is gewoon prachtig. Ja. Ja, ja, vind ik ook. Dit is gewoon prachtig. Dat vind ik ook. Ja, daar is niks over te zeggen. Dit ja. Oké. Okay. Logo. Ja. Logo. Thumbnail. Ster. Ja. Heb ik ook gezegd dat ster is? Ja, nu wel. Ja. Leuk. Inhoudkanaal. Afspeellijsten. Info. Ik zeg wel elke keer. Dit is gewoon een voordeel, want ik ken hem gewoon heel goed. Het is gewoon makkelijk. Oh, dat is heel makkelijk. Goed, ik ga het even overnemen, want dit is oneerlijk. Ik hoor jou in. Oh, oké. Okay. Beschrijving. Duidelijk. Ja? Ja, oké. Okay. Ja, dit gaat over YouTube. Dat is ja, maar ik vind het wel goed dat die hier gaan we allemaal volgende op mijn kanaal weer dit zien. Ja, meer eentje. Ja, oké. Okay, ja. Dan gaan we even kijken naar de afspeellijsten. Duidelijk kan. Ja, top 5 talents. Ja, oké. Okay. Ja, duidelijk. Ja, zoals ster. Community. Dat doet de 100%. Ja? Ster. Oh. Ja, volgens mij doet hij dat de week wel zeker, want ik zie hem vaak voorbij komen en dat reageert altijd wel. Dus het kan wel duidelijk zijn, maar dit is goed. Ja, dat is, dit is duidelijk. Dat, dat weten we toevallig, die plaatst echt altijd wel een reactie. Dus dat is wel een ster. Video's. Zo, mooi. Oh. Ja, dit soort video's vind ik wel gaaf. Ja, ik vind het ook mooi. Mijn sfeervideo's, daar heb je eigenlijk al 10 seconden gezien. Oh, leuk, zo. Mooi intro. Goedendag mensen, super tof dat jullie kijken naar deze video op mijn kanaal. Ja, oké. Okay. Het is een beetje, ja, oké. Okay. Ik wil zeggen een beetje gemeen om één video te kijken, maar. Dus daarom doen we ook. Hé, hey, wacht, dit is niet mijn kanaal. Hallo, kijkers van Jarne Doet, ik ben Jesse en ik ben een gastrol aan het opnemen voor jullie. Want Jarne... Ik ga gewoon de controller erbij. Even kijken wat voor tekst en dingen die allemaal goed. Nou ja, een gast was hij van mij. Maar ik zie dat hij dat wel... Tekst doet hij heel goed. Ja, dat is een goede tekst. Beschrijving doet hij altijd. Alleen, ik vind wel, standaard. Wat hij moet doen is dat hij... Natuurlijk heeft hij natuurlijk heel veel standaard. Ja. En dit heeft hij ook van zijn infokaart. Ja. Of van zijn... Ja, van je overige kaart. Dus dit kan hij wel iets meer doen. Ja, iets meer. Ik weet alleen niet of hij dat bij zijn voor heeft gedaan. Niet zo standaard alleen. Kijk, ook al lezen ze bijna nooit, maar je kan wel nog iets meer over de video. Ja, maar dat, dit is niet alleen maar dat ze het lezen, maar het is ook gewoon puur dat YouTube weet dat toch iets, iets mee is. Een endcard scherm, dus... Ja, dat een endcard, en dat zijn... Ja. Heel makkelijk om erin te zetten, maar wel heel belangrijk soms. Kan net je video 10, misschien wel 10 views meer opleveren, noem maar. Dus ik ken je heel goed. Dat video's, kan ook een nadeel zijn. Ja. Dus ik zeg half ster, omdat ik weet dat hij verbeterd kan. Ja, dat is wel te verbeteren. En uniek bijzonder. Nou, dat is niet echt iets. Het is gewoon goed. Hè? Ja, het is goed, gewoon, maar het is goed, niet uniek bijzonder. Maar niet dat er iets... iets bijzonders tussen. En ik vind het, hoeveel abonnees stond hij? Ja, dat kan wel beter hoor. Hij heeft van 262 met 700 abonnees. 170, 100. Er zitten misschien heel veel dode subs tussen. Of wel subs die gewoon gesubt is. En nee, sub voor sub. Ja, dat op zich niks mis mee. Nee. Maar kijk, als je dit soort grote verschillen gaat kijken, dan moet je wel daar rekening mee houden. Dat je niet te van die grote verschillen gaat krijgen. Ja. Zich, dat is dan niet echt iets heel bijzonders nog aan. 3,5 ster is ook heel moeilijk, hè? Om iets echt heel bijzonders te krijgen. Want we hebben dat natuurlijk wel gedaan bij Jona Vant. Waarom was dat er ook weer? Een week even niet aan mijn hoofd. We hadden net even een dubbel kanaal ertussen gezet, dus het wordt 9. Maar dat is ook wel goed, want anders duurt het misschien 3,5 uur. Nou. Deze video. Dus het is eigenlijk wel heel goed. Dan gaan we naar de laatste heen. Voor vandaag. Ja. De kanaal banner is een beetje druk en... Is gewoon een foto klaar. Niet echt, gewoon, ja. Logo ziet er goed uit. Thumbnails. Vind je?
Nou ja, op zich is het een goed logo. Kijk, als je het persoonlijk bent, als je echt persoonlijk bent, dan zou ik een eigen foto doen. Maar op zich, voor het logo is het goed. Kijk, voor de banner zou ik zeggen, het is wel heel simpel. Maar... Nee, Top Nails is ook gewoon random gekozen. Nee, dan zou ik zeggen, nog geen sterren. Nog geen sterren. Gaan we over de inhoud van je kanaal, dan komen we naar de overige toe. Nou, kan wel beter. Kort. Dan gaan we naar afspeellijst, Ben Bang. 1. Ja, en volgens mij staan er meer dan 2 video's. Ja. Dus eigenlijk moet elke video in een afspeellijst zitten. Dat is eigenlijk wel een beetje de... Ja. En als je zoiets hebt van, er zijn ook een paar video's die helemaal niet in de afspeellijst kunnen, dan kan je daar zelfs ook een afspeellijst voor maken. Ja. Voor video's die geen afspeellijst hebben. Maar in ieder geval, eigenlijk is het gewoon goed als je elke video in een afspeellijst zet. Waarom leg je ook vast nog wel ooit de kids uit? Zeker. Dan hebben we het over de community. Community! Geen. Dat is moeilijk te communiceren. Wel reactie, maar... Eén teruggereageerd. Ja, 2 maanden terug. Wat is de titel? Doet het heel af en toe. Ja, kijk, toevallig deze, maar dat is ook 1 reactie, dus dat is makkelijk. Ja. Oké, en dan hebben we het over de community. Nee, dat vind ik nog niet... Gisteren. Nou, misschien wel half, want hij doet het wel een beetje. Het is niet dat hij het echt compleet negeert. Nee, dat is waar. Ja, dus half. Dat anders zou het ook een beetje oneerlijk zijn van anderen. Half. Dus even half ster. Video's? Video. Ja, maar wie ben je eigenlijk? Wat? Eiden! Hey! Gewoon Eiden! Oké. Ik even te kijken naar de tekst en de omschrijving. Oeh, te kort. Geen uitschrijving, geen dingen. Geen tekst, het is gewoon leuk, raar, plakken. Die verwacht ik ook niet veel van. Niet veel. Nee, dat kan wel wat verbetering doen. Op zich zijn de video's zijn afwissend ook, zie ik. Nou, ik vind de video een beetje zo van... Ja. Ja, oké. Zo'n helikopter. Ik heb het gevoel dat er meer gefilmd wordt omdat er toevallig iets beweegt. Ja. Dan dat echt... Consequent, want het is ook niet consequent een maand geleden. Dus, nee, het is gewoon random een video maken. Ja, het is gewoon random, ik doe maar wat. Sorry, maar ja, het moet streng zijn. Je wil beoordeeld worden, dus dan word je beoordeeld. Wordt niet bijzonder? Nee, dat niet. Oké, halve ster. Ja. Oké. Ik ga afsluiten. Ja. Nou ja, wij gaan afsluiten. Ja, jij gaat afsluiten. Het is jouw kanaal, mooi. Ja. Afsluiten. Oké. Okay. Dus ik hoop dat jullie hebben genoten. Vergeet zeker even niet een blauw duimpje omhoog te doen. Wat moet je dan meedoen? Ja, dat moet je zelf weten. Maar in ieder geval, het is wel leuk als je abonneert. Ja, het is wel leuk. En als je nou een reactie plaatst. Ik plaats altijd de reactie terug. Dus dat is ook altijd leuk. En we kijken altijd even naar jouw kanaal. Doe ook abonneren. Dus dat is altijd wel leuk natuurlijk. Hè. Dus abonneer ook zeker hier beneden. En misschien ook even het belletje aan te zetten. Dan mis je helemaal niks meer. Nee. En dan zien we jullie de volgende keer weer met weer een gloednieuwe video. Ja. Doei! Doei!